Welkom bij WOFAR. In deze video gaan we een deurklink vervangen en het overige deurbeslag. Zoals u kunt zien is dit deurbeslag nodig aan vervanging toe. We zien hier wat beschadigingen, wat verfresten en hij zit niet helemaal goed vast. Wat gaan we doen? We gaan ons eerst de deurklink verwijderen. Dit kan met behulp van een inbusboutje of een platte schroevendraaier. Dit verschilt nogal per deurbeslagset. Vervolgens gaan we de schilder verwijderen en vervolgens het insteekslot. We hebben zojuist het deurbeslag verwijderd. We willen ook graag het insteekslot vervangen. Dat is natuurlijk niet noodzakelijk, maar omdat we een zwart deurbeslag gaan plaatsen, leek het ons wel net zo netjes om ook een insteekslot te plaatsen met een zwarte voorplaat. Dit insteekslot dienen we te vervangen met behulp van een Philips bitje. Dit omdat er een kruiskopschroeven voor zijn gebruikt. Het insteekslot zit nog aardig vast na het losdraaien van de schroeven. Wat we dan doen is even een schroevendraaier door het krukgat stoppen. Druk je hem zo eruit en dan wip je hem er verder uit met de schroevendraaier. Omdat het deurbeslag wat we gaan vervangen helemaal zwart wordt, willen we graag de deurdranger ook even vervangen voor een zwarte. Als je eenmaal bezig bent met het vervangen van het deurbeslag van je oude deur, neem dan ook even de scharnieren mee. Deze gaan wij nu ook vervangen voor deze mooie zwarte scharnieren. U zult straks zien aan het eindresultaat dat de deur er heel erg van opknapt. De truc bij het vervangen van de scharnieren is om ze één voor één te vervangen. Zo kunt u de deur namelijk rustig laten hangen. Dat gaan wij nu ook doen. We beginnen bovenaan. Een handige tip, meet eerst even de scharnieren op voordat u de hele deurbeslag gaat vervangen. Dan kunt u deze namelijk direct mee bestellen. We gaan ze nu even vastschroeven met zwarte schroeven 4×40 met een Torx 20 aandrijving. Zoals u ziet plaatsen wij de zwarte scharnieren met de kop van de pen naar boven. Boren even voor met een 3 mm dik hardhoutboortje. Hierdoor gaan de schroeven er net even iets makkelijker in. Dan gaan we nu het insteekslot vervangen. Houd even rekening bij het plaatsen van het insteekslot met de richting van de dakschoot. Ik heb eerder een video gemaakt over hoe je het dakschoot omdraait. Als u daar even naartoe gaat, dan kunt u zien hoe je het dakschoot van een insteekslot omdraait. Bij deze deur hebben we te maken met een SL afstand door het sleutelgat. Meet deze ook van tevoren even op bij uw huidige deur voordat u een nieuw insteekslot bestelt. Dan drukken we het insteekslot erin. Vervolgens schroeven we deze vast met zwarte schroefjes 4×40. Hierdoor zit het insteekslot goed vast en komt hij niet meer van zijn plek. Thank you.
even aandrukken. Zo. Dan gaan we nu beginnen met het deurbeslag. Welk deurbeslag we gaan plaatsen heet renovatiebeslag. Waarom dat zo heet, laat ik u zo even zien. Waarom kiezen we nou voor een renovatiedeurbeslag? Dat is omdat we natuurlijk niet tegen de oude voorgeboorde gaten willen aankijken. Dit renovatiedeurbeslag is stukken groter en u zult zien dat alle voorgeboorde gaten helemaal wegvallen. Het renovatiedeurbeslag hebben wij in vrijwel alle maten en soorten, dus ook zeker geschikt voor de deuren die u thuis heeft. Om te kijken of de krukstift ver genoeg uitsteekt, hebben we eerst aan deze kant van de deurklink geplaatst. Plaatsen we vervolgens deze kant. Kijken of die weerstand geeft. Ja. De krukstift steekt ver genoeg uit. Nu gaan we even de gaten aftekenen van de deurschilder. En dan gaan we even de schroeven plaatsen. Voor het aftekenen hebben we de sleutel er even in gedaan. Zo kan het schild namelijk zich niet heel erg veel verplaatsen. Dit doen we nu ook aan de andere kant. Dan gaan we voorboren en vervolgens schroeven we de platen vast. We gaan nu de deurdranger ook nog even vervangen. In plaats van grijs monteren we nu een zwarte. Wilt u nog precies weten hoe u een deurdranger vervangt of plaatst? Ga dan naar onze video over het plaatsen van een deurdranger. Hier hebben we trouwens ook een blog over geschreven. Deze kunt u vinden op onze website. Mocht u uw deurbeslag dus vervangen door volledig zwart deurbeslag met insteekslot met zwarte voorplaat, vergeet dan niet ook een zwart sluitplaatje mee te bestellen. Zo maakt u hem helemaal af. Ben je nou benieuwd hoe je een deur moet afhangen? Bekijk dan onze video over freesmallen. Dit was de video over het vervangen van een deurklink en de rest van het deurbeslag. U ziet hier het eindresultaat. Wilt u nou meer weten of bestellen? Ga dan naar wova.nl/deurbeslag. En onthoud, WOFA bevestigt het keer op keer.